Goedemiddag, we zijn hier in Monnikendam op de ouderzijds Burgwal bij een locatie van Philadelphia. En ik sta hier met twee van onze bewoners die ik een paar vragen ga stellen. Graag zou ik willen weten, wat is jullie naam? Mijn naam is Anita. Ik ben Sanne. Wat zijn je hobby's? Mijn hobby's zijn fietsen, wandelen, cd's draaien. Van K3, ik ben de fan van K3 en ja, ik doe al heel veel met cd's, zelf meezingen en dvd's draaien van K3, ja. Nou Anita, we hebben pas geleden de buurtbarbecue gehad, of de barbecue hier van de locatie. En daar heb jij ook nog een mooi optreden gedaan. Kan je daar iets over vertellen, wat je toen gedaan hebt? Ja, daar heb ik op mijn ukulele gespeeld. En ik heb ook nog een liedje gezongen. Ja, dat was echt ontzettend leuk. Anita, werk jij ook? Ik werk, ja. En waar werk jij? In het weeshuis. En wat mag je dan doen in het weeshuis als je op je werk bent? Dan scheur ik uit tijdschriften voor mijn collega Tom voor de bestekzakjes. Zo, nou dat is heel mooi werk. Dan ga ik nu even over naar Sanne. Sanne. Woon jij al lang hier bij Philadelphia? Ja, 10 jaar. 10 jaar, dat is al een hele tijd. En wat zijn jouw hobby's? Fietsen, zwemmen, naar de boot fietsen, yoga, spinnen. Jij bent een hele sportieve vrouw. Ja. Ja, en... Zometeen is het oktober en volgens mij ga jij dan een week iets heel leuks doen. Wat ga je ook alweer doen? Ja, Philadelphia kantoor werken. Ja. Dan ga je een dag mijn secretaresse zijn op het hoofdkantoor. En dan doe je allerlei werkjes, hè, voor mij. Ja. Kan je één werkje opnoemen? Ja, computer. Leidingen opbellen. Op een computer digibotten voor foto's van de leiding. Ook digibotten van eten op de digibot doen. Ja, je helpt dan heel goed een hele dag. Is er nog iets wat jij wil vertellen aan de televisie? Ja, voor alles. Dat was het. Dat was het. Nou, dank je wel voor jullie interview. Dank je wel Anita ook. Jullie hebben het heel goed gedaan. Het is vandaag open dag bij ons op de vestiging in Monnikendam van Philadelphia. Dat doen we om te laten zien hoe wij ook werken en hoe het er hier uitziet. En iedereen is welkom. Dus we hebben heel veel gasten gehad, gewoon uit het buurtje. Maar ook mogelijke nieuwe bewoners die komen kijken, stagiaires en... We hopen ook vrijwilligers te hebben geworven. Nou, achter mij zien jullie dat het een gezellige boel is en er al een hoop gasten zijn. Met een kopje koffie en een heerlijk gebakje van de geweldige bakker hier om de hoek. Die dat vrijblijvend zonder kosten aan ons heeft gegeven. Waar wij natuurlijk heel blij mee zijn. Dus ja, zie je dit en denk je... ik wil ook wel eens wat doen voor Philadelphia. Laat het mij vooral weten. Bel, kom een keer langs. We staan voor alles open. En Lisbeth, hoeveel mensen wonen hier? Nou, dat is best moeilijk om uit te leggen. Want we staan hier op de AB-groep. En op de AB-groep wonen 11 mensen. Maar hiernaast hebben we nog 2 woonhuizen. En daar wonen ook nog 4 tot 5 bewoners. En in de wijk hebben we nog een woonhuis en 3 losse appartementen. Waar totaal nog 5 bewoners wonen. Dus totaal is onze vestiging met alles eromheen. Zitten we rond de 20 bewoners. Hoeveel mensen wonen hier?
Nou, er wonen hier totaal ongeveer 20 bewoners. Dat is verdeeld over een aantal verschillende plekken. Ook in de wijk wonen een aantal bewoners. Die wonen meer zelfstandig. En op dit moment zijn er ook een aantal plekken vrij. En komen er een aantal plekken vrij. Dus denk je, ik weet iemand die hier wil wonen. Of ik wil eens komen kijken. Dan ben je van harte welkom. En hier kan je een spelletje doen. Yoga doen, een spelletje. En hier is nog niemand. Hier gaan we eten. Ja. Hier is het weerbericht. Ja. En kijk, jullie naam. Oh ja, nou, dat is leuk. Ja. En hier moeten wij taken doen.